Ik heb een hele leuke envelop binnengekregen. Dat ga ik dadelijk met Sarah even uitpakken. Goedemorgen, het is maandag. Laatste week school voor de vakantie. En zo toe de vakantie. Ik kwam mijn bed. Het is 15 juli. Ja, heel goed. Ik kwam mijn bed echt vanochtend bijna niet uit. Volgens mij is dat niet aan. Nee, schat. Ik kan het niet zien. Nu dus even naar school. Dan even boodschappen doen. Of misschien is het wel niet aan. Misschien is het wel niet aan met Leila. Ik weet het niet. Nee, die rij je niet. Het liefst ga ik daarna echt mijn bed in. Ik heb echt heel weinig geslapen. Ik ben echt heel moe. Ik kon gewoon niet slapen vannacht. En dan val je eindelijk in slaap. En dan gaat de wekker. Jeetje, wat een dag op het moment. Ik heb een hele leuke envelop binnengekregen. Dat ga ik dadelijk met Sarah even uitpakken. En dan vertel ik er meer over. Ik heb heel veel gedaan, maar ik heb gewoon het fut niet gehad om de camera te pakken verder. Ik ga nu Sarah uit school halen, dan heel snel langs mijn broertje. Even wat regelen. En dan naar huis. Nee, die kan zwaaien. Nu richting mijn broertje, dat had ik al verteld. Oh, ik blijf zo moe. Het wordt een beetje een zeurvlog vandaag. Ik ook. That's life! 17, dat is een blauwe. Het is een... twee platte dingetjes met stokjes ertussen. Hi, hier ben ik weer. En we zijn op mijn bed en we hebben de olie binnengekregen. Ja, nee, ik had het er al niet. Ja, dat zijn we openmaken. Oh. Ja, dat zijn de brieven. Gaan we maar kijken. Gaan we het eerst. Het zijn 3 soorten oliën. En die moet je allemaal op mijn voeten smeren. En dit is van doTERRA Wellness Advocate. En even kijken wat ik over de oliën. Het zijn 3 verschillende oliën die we binnen hebben gekregen. Dit is lavender. Dit is vetiver, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En dan is dit kokosolie, dat is puur om hem te mengen. En dat zijn oliën die eigenlijk helpen dat je gewoon wat rustiger voelt, wat fijner voelt. Ik heb het nog nooit eerder geprobeerd, dus dat gaan we op Sarah de voetjes smeren. Welke moet als eerste trouwens? Nou, we gaan ze mengen. Op de voetjes. Dus we moeten kijken. Want het was 2 druppeltjes van de 1, 2 druppeltjes anders. En 4 druppeltjes van de kokosolie. Dan doe ik eerst de kokosolie. Als jij nou lekker gaat liggen zo, doe je voetjes een beetje omhoog. Doe ik die druppeltjes erom. Kom maar. Je voetjes, kijk uit, anders gaat het om op je bedje. Ja, ga maar zo zitten. Dat is heel fijn. Blijf maar zitten. Mag je erbij liggen? 2, 1, 2. Oh, hij loopt een beetje uit. Even blijven liggen, dan gaan we die andere erbij doen. Ruikt wel lekker, hè? Nee. Ik vind het lekker ruiken. Hey, pas op, schat. Hé, welke is dat? Dat is de lavendel. Moet ik die 4? Nee, hij wilde niet. Hij kwam er niet uit. En moet dit is dan de laatste. Moet ik die 4? Nee, 2 druppeltjes. Zo. En dit gaan we dan op de voetjes hier. En dat doen we in de holte van de voet. Dat zien jullie natuurlijk niet. Omdat daar de meeste en grote poriën zitten. Het ruikt vies. Zo, ruik eens hoe lekker het ruikt. Nee. En dat zou dan heel veel rust voor je lichaam moeten geven. Balans.
Het is homeopathisch, zeg maar. En je krijgt er ook nog eens een lekkere zachte huid van, voel ik. Zo, dat is fijn. En dat zou dus moeten zorgen dat je dan lekkerder slaapt, meer rust haalt uit je slaap. Nee. Sarah heeft sowieso altijd wel dat ze lang wakker kan liggen in bed. Als Sarah eenmaal slaapt, slaapt ze wel ontzettend goed. Dat dan weer wel. Maar het inslapen kan altijd heel erg lang duren. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat vanavond gaat gaan. Ook nog fanatiek aan de knutsel geweest. We hebben de cadeautjes voor de juffrouw. Waar ik eerder niks over wil vertellen. Want ik vertel toch wel, kijk de juf, al denk ik dat niet. Deze voor de ene juf. Het is heel leuk. Dank lieve juf. En aan de andere kant staat er ook lief Sarah. En een zelfgeschreven kaart door Sarah en een cadeaubon. En voor de andere juf hetzelfde principe, alleen andere kleur kaars. Een andere kleur kaart. En dan hebben we heel erg leuk als klas van alle groep tweeërs voor beide juffen deze kaart. Waar de kindjes zelf een naam kunnen schrijven, maar dat moet nog gebeuren verder. En nou kan ik het niet helemaal laten zien, omdat ik niet zomaar kindjes in beeld zet. Maar we hebben lunchtrommeltjes gemaakt met een foto erop. En daar staan ze alle 9 op. En dan met een boodschap als bij de juf 1. En dan worden die ook leuk ingepakt. En morgen worden alle namen door de kindjes erop geschreven. En dan later worden ze aan de juffen gegeven. En nu tijd voor een theetje. En even televisie kijken. Ik heb een lekker stokbroodje gemaakt. En nu ga ik mijn boter weer laten smelten. Oh, tante nog helemaal uit. Heerlijk. Marco heeft ook een stokbroodje. Maar die heeft het te druk. Ik heb het nou te druk voor mijn stokbrood. Ik ga zomaar een keer vroeg naar bed. Want we zijn de wereld niet uit. In ieder geval vroeg. Het is 11:30. Maar dat is voor mij doen heel vroeg. Ik wil de vlog afsluiten. Tot morgen.